Yo mensen, leuk dat jullie kijken bij Geheelbeurts. Vandaag gaan we een belangrijk onderwerp behandelen. We gaan namelijk proberen om de ballen van een grote open positie zo snel mogelijk klein te krijgen. Dit is ook eigenlijk de kern van het spelletje, omdat we tijdens de wedstrijd vaak een moeilijke bal krijgen van onze tegenstander. Waar we toch op een bepaalde manier een serietje uit moeten gaan produceren. Dit is moeilijk. En vandaag ga ik proberen om daar tips bij te geven om van een vervelende grote situatie de ballen toch klein te krijgen. Oftewel jezelf een goede kans te geven dat dit gaat lukken. Tijdens de serietjes laat ik mijn gedachten gaan horen om zodoende weer wat van te leren. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Gooi je de ballen open. En ik pak eigenlijk tijdens deze oefening altijd de gele bal. Waarom? Omdat ik het leuk vind om te visualiseren dat ik een echte wedstrijd aan het doen ben. En dat mijn tegenstander, die is begonnen met de witte bal, net heeft gemist. En dat dit mijn kans is om in één beurt uit te spelen. Dus ik pak eigenlijk altijd de gele bal en probeer ik de ballen klein bij elkaar te krijgen. En bij voorkeur in de serie American. Nou, geel speelbal. Rood en wit liggen net eigenlijk een beetje hetzelfde. Er is net zoveel ruimte om de bal heen. Dus de achterlangskans is van beide aanwezig. Van rood naar wit is de makkelijkste optie. De beste optie is om van wit te spelen naar de band, naar rood. En dan wit weer terug naar beneden laten komen. Maar het is geen makkelijke stoot. Dus ik weet nog niet of ik dat ga spelen. Ik zit ook even te kijken of ik hier iets mee opschiet, want het punt is vrij makkelijk, maar ik schiet er niks mee op. Sterker nog, het wordt daarna alleen maar moeilijker. Dus ik ga toch wat meer risico nemen en deze bal spelen om wit terug naar beneden te halen. Ik heb niet te veel op mijn tempo gelet bij deze bal. Ik vond het punt belangrijker. Je ziet ook wit komt met wat meer snelheid naar beneden toe. Dat is niet erg. Ik heb liever de ballen liggen nu toch nog makkelijker dan dat ze net lagen. Dus vind ik het een goede stoot. Nou, dit valt goed in een verzamelstoot. Wit komt rond. Ik gewoon rustig bij rood. Moest ze met links spelen, ietsje ingehouden. Geeft opnieuw niet. Dit is prima. En nu kan ik met een piqueetje van wit, de ballen kort bij elkaar spelen. En dan heb ik eigenlijk maar één moeilijke bal voor hoeven spelen. En dat was de eerste. Ballen liggen redelijk bij elkaar. Normaal zal ik nu nog doorgaan om ze in de serie American te krijgen. Maar dat is voor een andere video. Opnieuw gooien we de ballen weer open. En pakken we de gele bal. Ik ben het er wel mee eens dat mocht het nou heel erg makkelijk liggen voor de gele bal, dan kun je uiteraard kiezen om de witte bal te spelen. Maar nogmaals, ik vind het fijn om de gele te pakken. Even kijken, rood. Dat is ook iets waar ik snel naar kijk, naar de ruimte die om de ballen is. Daar kijk ik snel naar bij het kiezen van mijn oplossing. Rood ligt best mooi, hij kan niet achterlangs. En dat kan wel bij wit. Dus is mijn neiging om deze bal van wit te spelen, omdat ik dan naar een grotere aankomst speel. Dus deze bal is eigenlijk wel duidelijk hoe ik dat moet spelen. 1, 2, mogelijk 3 banden. Maar wit ga ik niet verzamelen. Die komt niet terug naar beneden. Dus wil ik met wat meer tempo op rood komen, om rood die kant op te sturen. Oké, ik raak rood aan de verkeerde kant. Op zich is dat niet erg, want ik heb het punt wel gemaakt. Ik mag door. Maar als ik hem aan de onderkant had geraakt, had ik de ballen voor me gespeeld. En had ik nu geen lastige situatie gehad. Dus dat is een fout. Maar goed, kunnen we oplossen. Opnieuw, de ruimte van rood, de ruimte die er omheen zit, geeft mij eigenlijk al de indicatie dat ik liever niet van wit speel nu. Omdat rood, de kans dat hij achterlangs gaat, hoe meer ruimte, hoe groter de kans dat hij achterlangs gaat.
Bij wit zit er ook veel ruimte, maar minder. Dus ik ga deze bal opnieuw van rood spelen. Wat dikker. En ik probeer hem via twee banden te maken. Maar als hij via drie loopt, vind ik het ook goed. Ik heb rood wat dikker meegenomen. Ik kon rood niet hier in de hoek krijgen. Maar toch heb ik geprobeerd om rood in ieder geval terug naar de onderkant van de tafel te spelen. En wordt beloond met een verzamelstoot. Maar wel een moeilijke verzamelstoot. Omdat geel best wel vlot hier naar wit loopt. Dus ik heb weinig invloed of het in de hoek blijft liggen. Zie je, wit loopt weg. Terwijl rood eigenlijk best mooi aankomt. Opnieuw vind ik niet erg. Het ligt nog steeds beter dan net. Valt goed. Rood kan ik nu verzamelen. Klein beetje rechts effect. Om te zorgen dat rood niet in de hoek komt. Maar een beetje hier. Dan kunnen we vanuit deze situatie iets gaan beginnen. Ballen vallen achter elkaar. Is niet erg. Kan nog ontsnappen. Door een los bandje te spelen. En vanuit hieruit zie ik dat ik een verzamelstoot van rood heb. Liefst pikeer ik dit omdat ik over de witte bal moet heffen. Geef me een iets natuurlijkere stoot. En probeer ik de rode op mijn speelbal te spelen. En hebben we opnieuw eigenlijk best de ballen mooi bij elkaar. We gaan nog een keer. Even tussendoor, velen van jullie weten het al, maar ik geef ook privébiljartles. Voor mensen die graag bij mij op les zouden willen komen om dit soort dingen, maar ook verzamelstoten, het makkelijker spelen van het spelletje, het slimmer spelen van het spelletje, om dat te leren, vind ik het ontzettend leuk om deze les te verzorgen. Wil je nou zo'n privéles? Stuur dan even een mailtje naar gjbiljarts@gmail.com. Vind ik ontzettend leuk. En dan zal ik zo snel mogelijk erop reageren. En hopelijk iets inplannen voor het verzorgen van een leuk lesje. Dus dat even tussendoor. We hebben... Nou, dit is een interessante bal. Want deze is vrij lastig. Beide ballen liggen nu best kort aan de band. Dus er is geen achterlangs gevaar. Alleen, ze liggen zo kort aan de band dat mijn aankomst wel klein wordt. De eerste optie die ik zie is om dun van wit te gaan naar rood. Zo kan ik ook achter rood komen, wit een beetje hier laten. Om zodoende een verzamelstoot van rood te krijgen. Maar daar heb ik een hele zorgvuldige stoot voor nodig. En dat is niet hoe ik graag het spelletje speel. Ik wil het spelletje makkelijk houden. Makkelijke ballen spelen. Goed, dat kan niet altijd. En dat zie je ook in deze, in dit figuur. Want van rood zou ik hem dan op de klos moeten spelen. Of twee keer heen en weer laten gaan. Wat ook ontzettend moeilijk is om in te schatten. Dus ik heb niet veel opties hier. Ik ga toch dun van wit. Probeer geen effect te geven. Maar moet de juiste dikte vinden op wit. En je ziet ook, ik mis het figuur. Dit zijn geen makkelijke stoten. Goed. Mis hoort erbij. Geef mij ook een bepaalde indicatie dat ik wat meer moet gaan trainen op mijn, op de ballen die ik dun moet spelen. Oké. Nieuwe situatie. Dit is een verzamelstoot. Rood ligt best kort aan de korte band, dus moet wel opletten dat ik geen dubbele klos krijg. Dus speel ik hem liever iets dunner. Maar als ik rood iets dunner speel, heeft rood de neiging om rond te gaan en weer een beetje ergens te komen waar hij nu is, terwijl ik hem in de hoek wil. Om dat te voorkomen geef ik wat links effect. Dan krijg ik het rood rechts effect en zal hij wat dieper hier in de hoek komen, waardoor hij naar wit gaat. Opnieuw, het is niet erg als die niet helemaal in de hoek komt, zolang het maar makkelijker ligt als dat het net lag. Nou,
dat valt prima. Dit is een verzamelstoot naar de hoek. Ga met iets meer tempo naar wit. Om in ieder geval te zorgen dat er wat ruimte creëert. En ook dat rood wat harder loopt, waardoor ze niet achter elkaar vallen. Ja, eigenlijk heb ik het al mooi bij elkaar. Normaal ga ik hiermee door om de serie Mirakenn te pakken. Maar nu niet, dus we gooien de ballen weer open. Gaan kijken naar een volgende situatie. Oké. Ja, eenvoudige bal om te maken. Maar is er ook een eenvoudig vervolg op deze stoot? Ik heb nog niet echt een verzamelstoot hier liggen. Misschien kan ik opnieuw dat figuur spelen dat wit dit gaat doen. En dat ik rood in de hoek duw, zodat hier een beetje de verzameling gebeurt. Alleen dat is lastig, omdat ik na contact van wit een soort halve doorstoot effect moet krijgen naar rood. Wat een moeilijke stoot is om te spelen. Dat is moeilijk in te schatten. Dus het liefste doe ik dat niet. En in dit geval ga ik dat ook niet doen. Wat ik wel ga doen, ik ga wat dunner van wit. En duw rood eigenlijk in deze band. Dus ik maak de karambol. Ik duw rood in deze band en zorg dat hij weer ergens hier komt. Dat kan ik doen omdat ik dan met wat meer tempo speel. Wat ook goed is voor wit, want die loopt vervolgens via deze band. Misschien deze band nog. En zal het ergens hier bij elkaar komen. Ik vind het niet erg als het niet helemaal bij elkaar ligt. Maar een beetje bij elkaar in deze regio zal ik al fijn vinden. Dus ik trek hem wat in, omdat ik hem dun moet spelen. Rood doe ik wat naar beneden. Dit ook. En zorg dat de ballen hier ergens komen. Nou, dik tevreden mee. Geen moeilijke bal hoeven spelen. Geen rare doorstoot. Links effectbal hoeven doen waar alles beweegt. Ik heb het simpel gehouden en heb daar een beloning voor gekregen. Nu kort bij rood blijven. Veel links effect spelen omdat ik dan een beetje aan de boven of aan de onderkant van rood kom. En nu kan ik de ballen met een halve piqué of massé een beetje opdrukken om de ballen hier bij elkaar te krijgen. Stootje van wit. En de ballen liggen mooi bij elkaar. We gaan nog een laatste keer. Nou, valt eigenlijk wel een redelijke verzamelstoot hier. Ik zal die eens spelen. Goed, dat kan natuurlijk dat je een verzamelstoot van je tegenstander krijgt. En die gelijk kunt verzamelen. Daarom is het ook belangrijk om verzamelstoten te blijven oefenen. Dit was wel heel snel. We gaan nog een laatste keer. Even kijken, opnieuw valt er eigenlijk gelijk een verzamelstoot, maar deze is wat moeilijker. Rood ligt ontzettend mooi in de hoek, dus eigenlijk zou dat gelijk al bij jezelf een signaal moeten afgeven dat we deze bal niet van rood spelen. Ook omdat wit weer veel ruimte om zich heen heeft. Dus ik wil van wit. Ik ben ook rechtshandig, dus ik kan er makkelijk bij. En ja, dit is een verzamelstoot. Het enige waar ik op moet letten is dat wit niet hier komt en er vervolgens weer uitloopt. Want deze verzamelstoot zorgt wel dat mijn witte recht naar beneden komt. Of mijn gele. Heb ik daar invloed op? Niet echt. Want als ik daar rekening mee ga houden, dan zou ik het hele figuur wel eens kunnen gaan missen. Dat hij bijvoorbeeld hier aankomt. Omdat ik te bang ben dat hij hier in het gat valt. Ik hou daar geen rekening mee. De kans is klein dat dat gebeurt. En ja, Ik hoop er eigenlijk gewoon een beetje op. Soms heb je dat soort stoten. Dat dat gewoon niet gebeurt. Nou, het is niet gebeurd. Ik heb het hele figuur gemist. Toch eigenlijk op de manier dat ik net aangaf. Ik verslik me eigenlijk een beetje in het effect dat ik hier nodig heb. Ik ga gewoon nog eens spelen. Iets meer tegeneffect dus. Zorgen dat die gele recht blijft. Dat is beter. En wit meenemen. Het is niet belangrijk dat wit helemaal hier in de hoek komt. Maar een beetje meenemen is al voldoende. Nou, dat valt achter elkaar. Goed.
Dat hoort bij het spelletje. Veel op losse bandjes oefenen om dat probleem met veel vertrouwen te kunnen oplossen. Ik vind dit nog niet goed bij elkaar. We blijven toch een beetje in niemandsland eigenlijk. Dus we moeten de ballen nog steeds korter bij elkaar zien te spelen. En daar ga ik een risicoballetje voor nemen. Rood, via rood, band en ik probeer boven wit te komen. Als dat nou niet lukt, heb ik rood op een bepaalde dikte gespeeld. Dat ik altijd nog van rood kan. En dit is een goed voorbeeld. Ik kom wel aan de bovenkant van wit, maar niet helemaal. Wit kan ik niet naar de hoek sturen. Maar omdat ik rood iets dikker heb geraakt, kan ik deze één band spelen nog via rood. Als ik rood te dun had geraakt, had rood vast aan de band gelegen. En had ik dat niet kunnen doen. Nu heb ik mezelf wel die kans gegeven. Dus nu kan ik proberen te plaatsen op wit voor over de lengte. Opnieuw, niet helemaal lekker in de lijn, maar rood ligt heel erg open. Dus kan ik met een extérieur, zoals dat heet, de ballen redelijk bij elkaar verzamelen. Nou, dat ligt redelijk bij elkaar. Dit is een oefening dat ik veel doe, echt veel doe. Omdat je leert om met een grote open situatie, die je echt veel gaat krijgen in een wedstrijd, om daar toch zoveel mogelijk uit te halen. Ontzettend belangrijk, oefen dit ook. Het is een leuke oefening om te doen. Elke keer krijg je weer ander soort figuren. Je gaat ook merken welke stoten je meer moeite mee hebt dan andere stoten. Dus goede oefening, zeker adviserend van mijn kant om dat te gaan doen. Nou, dit was alweer het einde van de video. Als jullie het leuk en leerzaam vonden, laat dan zeker even een like achter op deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan, zodat je op de hoogte wordt gehouden als ik weer een nieuwe video upload. Laat ook een leuke reactie achter, vind ik altijd leuk om te zien. En dan zou ik zeggen, mensen, bedankt voor het kijken. Veel biljartplezier, tot de volgende keer. Later.